Hier probeert een grote held de Indiaan uit te hangen. We hebben geen scrabble, en dit is ook veel leuker. Ja hoor. Bam, bam, bam. En de bel zit in de boom. Ja. En onze Indiaan, hier met deze blijde harsers. Ik heb de bel in de boom gegooid. Tjuk, tjuk, tjuk. Blij jongen hoor. Kijk, daar hangt nog een puntje touw. Ik was net te laat. En daar, zit en daar ligt Ruben op met 6 grammetjes. En daar ligt een touwtje wat niet hield. Holy moly, wil ik eens een keer gaan hangen? Shit, ik was echt 3 seconden te laat. Ik dacht dat het zoiets zou gebeuren. Alsjeblieft. Even snelweg 84 oost af te gaan richting New York. Groen, groen vrachtwagentjes. Om even de omgeving te filmen, want die is wel heel mooi. Het is net Pennsylvania uit, we zijn de staat New York ingereden. En de stad New York is een kleine 100 mijl verwijderd nog. Kijk, gewoon een bospad. Bospad, die kun je dus ook volgen met de auto, die gaat zo'n statepark in. Dan kun je op een hele mooie plek komen. Die vrachtwagens, dat blijft hier indrukwekkend. Kijk, zulke vrachtwagens deze komen dus gewoon met 130 zelfs de berg opgeracht. Die haal je dus voortdurend links in. Kijk, die gaan vaak harder dan de auto's. Nou, dat is ontzettend eng in het begin. Doei doei. We zijn de 83 even afgegaan en we volgen de 6, die loopt eigenlijk een beetje parallel en de snelweg loopt dan door de dalen en dit gaat een beetje berg op berg af. Dan komen we echt hele mooie gebieden. Het is helaas onze ene laatste dag. Morgen gaan we nog even een beetje door New York struinen. En dan moet het vliegtuig 's middags pakken. Dus ja, dan doe je eigenlijk niet zoveel meer, een beetje die bus opruimen enzovoort. Dus we nemen nu nog een paar laatste toeristische routes. Dit heet Bear's Peak High. We dachten dus dat het op de top zou liggen, maar het ligt ergens halverwege. Het is een beetje een uitzichtpunt. En het is zeker aardig. Doei doei. Mooi werk hier. Bootwerk. Kan niet focuswerk. Boot, boomwerk. Er staat even een fabriekje daar. Hier om de hoek van deze bus gebeuren dingen die je niet voor mogelijk hebt gehouden. We zullen eens even kijken of het nog zichtbaar is. Hij is moeilijk te traceren, je zult het weinig zien. Oh oh, hij gelooft dat hij me aanvalt. Hey, gaat zien. Kijk, even kijken of hij dit in het wild. Ik denk dat deze getemd is, dat kan niet anders. Hij wast een auto. Oh oh. Hij werkt. Hij, dat is ook natuurlijk hier bijzonder. Hij werkt. Kijk, en het is niet nep, het is echt. Je doet weer leven de camera trouwens. En Ernst is blij, hij mag weer werken. Toppertje. Toppertje. En Bouwman. Bouwman die filmt. Dag, dag. Slaapbeertje. Luister op met die camera. Ik ben niet wakker. Het is hier een beetje rotzooi in de tent.
hier achter die auto's staan, denk je, goh, waar zijn we nou weer beland? Dit is de garage waar we de auto hebben gehaald. En als je op dit moment je bedenkingen krijgt over wat je hier allemaal ziet, dan klopt dat. Er is geen auto bij die hetzelfde is. Er staat af en toe een boot, verdwaalde boot tussen en zo. En mensen stallen hier maar wat. En iedereen repareert maar wat. Dat is het kantoor van Transatlantic waar we de auto hebben gehuurd. Daarnaast zit de garage die officieel niet bij elkaar horen. Maar laat nou net de directeur van Transatlantic de inspecteur van deze garage zijn. Dus ga maar na hoe dat ongeveer werkt. Zijn wij er goed vanaf gekomen met die bus die 10 jaar jonger is? Dat is een mooie busje. We moesten hem wel wassen vanochtend. Maar hier zat een meisje, die heet Renske. En die had een bus gekocht, kwam ook uit Nederland. En die had zo met een terugkoopactie gedaan. Voor $3000 een bus gekocht. En $650 zou ze na 6 weken weer terugkrijgen. Maar die bus is onderweg 4 of 5 keer is die gestopt. En die is er dus weer heel slecht van afgekomen. Dus wij zaten net vertellen dat we het wel een goede organisatie vonden. Dus hij zat uiteindelijk...